De Surinaamse Waterleidingmaatschappij, SWM, is bezig met het opstellen van een strategisch plan ten behoeve van een betere dienstverlening. Dit vertelde directeur Clifton Linga eerder tijdens een persconferentie. De functionaris stelt dat het plan gemaakt wordt omdat het Water Supply Masterplan 2022-2024 binnenkort eindigt. Waardoor we als organisatie met de nieuwe ontwikkelingen die er zijn gemeend om een strategisch plan op te stellen. Het is nu al een concept en we denken ergens in oktober dat er een officiële komt waarbij ook een publieke versie gepubliceerd gaat worden voor de gemeenschap zodat ze weten waar de organisatie SWM naartoe gaat. En dan praten we over een traject van ongeveer 10 jaar, 2025 tot 2035. En dat zijn de zaken die we als organisatie mee bezig zijn. De SWM-directeur geeft verder aan dat ook andere projecten zullen worden uitgevoerd. Onderdirecteur van de afdeling Strategie en Beleid bij de SWM, Ashwini Hemai, zegt dat er vele internationale projecten lopen waarbij de SWM verbetering kan brengen in de drinkwatervoorziening. De eerste gaat over AFD, dat is het Franse Ontwikkelingsagentschap, waarbij er een lening is van 12,5 miljoen euro. De samenwerking met AFD was een poosje stopgezet, dat was in 2020. Na de verkiezingen en is in 2023 weer geactiveerd nadat de discussies en gesprekken zijn geweest met de Paris Club. Dat was dan een sein voor de SWM om weer dat project op te starten. En voor de opstart is het dat je dan weer moet kijken naar je project scope. Wat houdt het project allemaal in? Is het nog valide? Hoeveelheid middelen, dat was aanzienlijk minder, want we hadden gehoopt op meer. Dus het project zal inhouden het rehabiliteren van het bestaande station van Hattemweg en het opzetten van een productiestation op Mungo en de nodige distributievoorzieningen die nodig zijn om de drinkwatervoorziening in Mungo en omstreken te garanderen. Hemai meldt ook dat de contracten van een consultant die met het project bezig is worden verlengd. Als alles goed zit, moet dat contract in oktober in orde zijn.